Lennart had in Liedekerke zijn rol als Smol dubbel en dik verdiend. Hij is blij dat hij nu eindelijk kan laten zien wat hij allemaal uitgestoken heeft. Zijn parcours in Duitsland liep bezaaid met... Ik kan niet zingen, dus... Come on! Is alles wat ik had in de wereld. We staan op de Bremmer Kalmont. De heimat van de beroemde Rieslingdruif. Op de steilste wijnberg van Europa moesten de kandidaten volle wijnglazen naar het klooster in het dal brengen. De wijnopdracht was voor mij eigenlijk heel simpel. Des te minder glazen dat er heel aankomen, des te beter voor mij. De kandidaten moesten hun glazen nog verdienen. Druivenplat. Oh, wauw. Als ze 12 liter druivensap konden persen, verdienden ze 6 glazen ter waarde van 1200 euro. Noah en Samina gingen druiven pletten en ze lieten Lennart toe om op zijn eentje druiven te gaan halen. Allee, ik zal ik hier maar aan doen, hè. Ja, de mol alleen laten is niet het beste wat je kunt doen. Tot ziens. Ah, dat is ver mutsje hier, hè. Ik zal ze hopen voor de camera, hè. Oh my, what a workout. Ja, ik had geen zo staan op plek. Ja. Waar is die? Zweet op mijn kop. Jolene! Drijven! Kom aan, stampen! Ja. Samina met haar dansskills. Ah, die kreeg er dan toch effectief 12 liter uitgeperst, aan meer zelfs. Lennart moest dus iets anders verzinnen. Oh nee, jongen. Dan heb ik eigenlijk met mijn eigen plateau wat buiten gehouden. En tegen die takken zo wat, oh. Dat dan Noah nog zei van, ja, houd je plateau nu eens binnen. Ja, maar dat gaat niet. Oh, die takken hier. Maar waarom hoor je dat zo scheef? Lennart, je hebt 2 glazen. En die zijn alle 2 niet genoeg gevuld. Oh. Nee, ja, absoluut. Skypelsaand. Ja. Morgen 3D-printer. Ja? Ja. Jullie gaan domino-steentjes leggen vandaag. Je weet het eerste wat we gaan doen? Inzet kiezen. Ja. In duo's die de mol gisteravond heeft samengesteld. Dat gaat per duo gebeuren. En elk duo mag kiezen tussen ofwel een gouden domino-steentje. Dat kan 1000 euro extra opleveren. Of een schijfje met 2 pasvragen. Dat kost 1000 euro. Okay. En jij mocht mij nu laten weten wie bij wie gaat en bij wie je in zelf zit. Philippe en Jasmin gaan allebei voor pasvragen gaan. Die best uit elkaar halen. Zal jij wel geld over, ja? Ik ga sowieso. Ik ga toch wel die pasvragen. Philippe en Samina? Nee. We gaan voor het... We gewoon naar links surfen, hè. Hou uw gezicht zo scherp mogelijk. Tuurlijk. Lennart had 4 duo's samengesteld. Maar hij kwam ook te weten welke duo's voor pasvragen hadden gekozen. Telkens ze terugkomen, ga ik zeggen, oké, bedankt, en dan de naam van het duo. Als dat alfabetisch is, dan is dat positief, hebben ze voor geld gekozen. Noah en Sven, dankjewel. Als ik hun namen omgekeerd alfabetisch zeg, ja, is negatief is het een pasvraag. Dankjewel, Samina en Philippe. En dankjewel, Katrien en Jasmin. Ik wist wie dat er voor pasvragen was gegaan, want dat hadden de ziel en ik geregeld. Dus het was eigenlijk wel gemakkelijk om te zeggen, oh, ik vertrouw die toch wel. Van ons? Van ons. Mag Samina en Philippe binnen. Sven en Noah, wie mag je van jullie binnen? Philippe en Samina. Oké, besloten. Let's go. Yes. En ook in de keuze voor het tweede duo had Lennart een vinger in de pap. Wij stemmen op Katrien en Jasmin. Op hun naam ook, ja? Ja, ik stem op Jasmin en Katrien. Oké, dan moet de Helen binnen, hè. Er kwam geen enkel duo met geld terug. Het is nog warm. Meer nog, er verdween 1000 euro uit de pot. Sorry. Ze konden wel nog geld verdienen met de domino-steentjes zelf. Maar ook daar heeft Lennart niet stilgezeten. Oh, ik denk dat ik geen 20 steentjes heb rechtgezet. Oh, hier in zetten en aan daar eens kijken. En, oh, zeg, zouden dat eens niet testen? Wacht, wacht, stop. Zouden deze nou niet testen? Moet ik dat nu nog een keer? Ja, nee. Als jij zegt dat marcheert, dan marcheert het. Dat is beter voor de zekerheid, hè? Ja, ja, dat is waar. Kom, schat. Oké. Fuck, noem me wel nu bij.
Wacht, ik zou hier een rij tussen dat halen en dat even testen. Dus je moet hier met twee duwen en dan zien wat er gebeurt. Raketaketaketak. Ja, voor mij was dat als muziek in mijn oren. Ja, gaan we dat testen? Bij die overgangen testen af en toe eens, hè? Heb je dat getest? Zou je dat niet testen? Test deze rijden, hè? Maar wat doet jij nu? Ja, jongen, hier was één tussennot. Lennart, dat is de vijfde keer dat je dat valt. Maar hier zit er toch één tussennot? Na het fiasco van een domino kreeg ik nog meer zelfvertrouwen van ik kan hier toch wel met die mensen hun voeten rammelen. In het Olympiastadion moesten de kandidaten penalties tegenhouden. Kom aan, makken! De keepers konden te weten komen in welk vak de bal zou terechtkomen aan de hand van quizvragen over voetbal. Jullie mogen je verdelen. Vier voetballers die tegen een stootje kunnen. En de drie Jean-Marie's van de groep. Jean-Marie's. Ik wist dat er vragen gingen gesteld worden bij de keepers over voetbal. En Sven en ik hebben al uren gezeverd over voetbal. Dus ik moest zien dat ik, maar ook zeker de Sven, niet bij de keepers zaten. Ja, ik ga shoppen, hè. Ik ga een kippen. Hè. Sven ook, hè, Jan? Ja, ik ook. Ja, allee. Lennart, nochtans een goede voetballer, scoorde geen enkele goal. Een mooie paas tot bij Lennart. Oeh. Voor langs door Lennart. En hij slaagde er ook in om Sven bij de keepers weg te houden. Ik heb nog even gedacht van voor de keepers te kiezen. En achteraf gezien, ja, had ik dat moeten doen. Ik ging waarschijnlijk al die fragmenten geweten hebben. En ik ging dan misschien ook wel nog een bal van gaan stoppen. Goed. Kom aan. Niet tussen uw benen, hè. Oh, holy. Huh? B, shot. B. Allee, jongens, serieus. Godverdoene. Maar de Filip heeft toch verstand van voetbal? Wil ik toch wel een keer die vragen weten? Het was B. Allee, jongens, serieus. C. Allee, jongens, serieus. Oh, die mol is hier wel weer goed bezig, jongens. Hoe kunnen we dat nu niet gezien hebben? Met die domino-stenen. Oh, en iedereen maar duwen en omduwen. En ik zeg, joh, het begint me die nou niet door dat er hier geen ene meer blijft staan al een tijd. Zeg, Lennart, en dingen, hè, die carpool karaoke, ja, dat je niet kunt zingen, dat was me heel duidelijk. Dat man val zingt nu de hele tijd. Dat heb ik wel nog even zitten denken, dat je dat liedje zelfs niet kende. Had je dat beter in de toon kunnen zingen? Ik zeg niet dat ik 1000 op 1000 zou halen, maar ik zou het wel een stuk beter kunnen. Ja, ja. Ik kende dat liedje. Misschien? Kende je het liedje? Oh, nozelaar. Echt. Ik denk dat jij in het echte leven ook zo bent, dat iedereen je gewoon direct sympathiek vindt. Ja, maar ik weet ook niet hoe dat kwam. Jullie vertrouwden mij allemaal, blindelings. Ah. Dat ding vind ik geniaal, dat van die test. Zo was die test, je hebt ook geen ene steen recht gezet, hè. Ja, en dan zet ik die recht, maar dan pak ik die terug en dan kijk ik, wauw, lukt het kinder. En dan zet ik die nog eens en dan pak ik die nog eens terug. Ik vind dat jij niet, dat jij nooit opvallend gemold hebt. Ja, nee, dat is ook niet echt de bedoeling, hè? Ja, nee, dat weet ik. Zo veel aanwijzingen. Deel 1. Deel 1, ja. De Beierse Alpen. De mol begon nu echt op dreef te komen en liet geen enkele kans onbenut om te saboteren. Bij de herfstbeelden brak hij de tak waar ze zo lang naar gezocht hadden. Hola. Oh, maar je bent uit beeld. Hoe kan dat? Ik sta hier al 1/2 uur hetzelfde. Maar je tak is afgebroken. Oh. Aflevering 5 begon met een subtiele sabotage, waarbij Lennart de slotact foutief uitvoerde door zijn handen te zetten. Niet goed. Maar de grote uitdaging lag in het tweede deel van de aflevering. Welkom aan de Schlierzee. Jullie gaan puzzelen vandaag, vrienden. De mol heeft hem voor de reis al eens gelegd. Puzzelen. Dat gaat nog een van de moeilijkste opdrachten worden, vrees ik. De kandidaten moesten hun puzzel sneller klaar hebben dan die van Lennart. Ik snap niet dat je dat voor je plezier kunt doen, eigenlijk. Onderweg moesten ze nog kleine opdrachten spelen. Duel tegen de mol. Adem inhouden. Ah, fuck. Ja, er bestaat dus een speciale techniek voor, de Wim Hof-techniek. Dat je dus heel hard moet inademen en dan moet uitademen ongeveer 30 keren, waardoor dat dus heel veel zuurstof in je bloed en in je organen terechtkomt. En ik kan sowieso wel vrij lang met een adem inhouden, maar door die techniek kon ik echt bijna verdubbelen.
hoeveel? 2:39. 2:39. Nou, wie kan dat nou van ons? Kom nou, what the fuck, jongen. Ik denk dat ik gewoon zwemmen, hak ik zo lang mijn dingen hier. De kandidaten konden onderweg geld verdienen. Yes! Maar er was ook een manier om onderweg geld te verliezen. Opgelet, elk puzzelstukje dat jullie op het einde missen, zal 100 euro van jullie inzet kosten. Zijn er 3 aan die boei? Ja. Maar jongen, toch. Gaan peddelen ze. Vergis ik me nu of varen die terug naar daar? Varen ze? Ja, ik zie niemand recht staan, dus ik vermoed dat ze in het water liggen. Ja, amai. Je ziet, het loont om naar de doos te kijken. Aan dat hoekje hier? Ik kan het proberen, hè. Of hier, hier, hier. Oh my god. Ibi kan hier nu getalenteerd in zijn. Oké. Appa. Waar is dat, Lennart? Oh, ik heb per ongeluk wat puzzelstukjes gestopt. Dat kost geld, hè, jongen. Oh, doe me toch. Ja, dat is spijtig. Ja. Het laatste duel tegen de mol was een evenwichtsparcours. En Lotte, ik neem de tijd op. Die start zodra jij een voet op de eerste sub zet. Ja, oké. Daar haalde Anne-Lotte de snelste tijd. In een luttele 5 seconden. Lennart. Ja? Anne-Lotte heeft dit in 5 seconden gedaan. 5 seconden? Ja. De puzzel gaan ze niet halen. Dus ik zou zeggen, hier mag het op het gemak, hè. Klaar? Ja. Start. Ik ging echt verrassend snel. Ik denk, ik zal hier maar in dat water sukkelen, want ze biedt klop ik die tijd. Want oh, het hoefde niet. Ik wist, die puzzel ga je toch nooit meer lukken. Ik heb hier ook een beeld van de puzzel van de mol. Allee, jongen. Dat kans gelegd? Het is dus 0. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your captain speaking. Nearby is my co-pilot, Jasmine. Mag ik je flexen hier? Ah ja. Het zou wel echt goed zijn dat jij dat bijgehaald. Is dat voor iedereen oké dat Jasmine en ik dan van de grond gaan? Ja. Echt? Zeker? Ja? We hebben dat niemand opgedrongen? Nee. Ik kan het jullie, absoluut. Bedankt. Nou, het is zo fijn dat je die regel aan eerst doet. 2,50. Oh, wat moet ik doen? Eenmaal dat ik dan in die cockpit zat, was het niet zo heel moeilijk om dat vliegtuig te laten crashen. Zeker niet omdat Jasmine eigenlijk ook al zoveel fout deed. Ik raak ik niet naar voren. Oh. Mijn benen zijn te kort. Als hij niet keek bij dat landen, dacht ik, ik moet zo rap mogelijk beneden zijn. Dus dan af en toe zo eens met die knuppel. Ja. Want die had toch niet door hoe dat je moest sturen. Oh, we zijn in de bossen. Ik ga wat snelheid pakken, hè. Godverdomme. Oh, fuck, we zijn uit. Oh. Pijs dat we gecrashed. Fuck. Je kent de proef nog aan het gebouw, hè? Ja, ja. Omdat de pot zo laag staat, stel ik voor dat je echt nog wel een keer je best doet om dan eens geld te verdienen ook, hè? Ja. PDA, zeg eens, mocht ik eigenlijk wel wat geld verdienen? Dag, Lennart. Maar meer dat ik daar ging, dacht ik, hoe tof zou dat zijn, moest ik hier nu gewoon 5 seconden hangen. Maar ik kon dat echt niet laten liggen. Ja. Oh, wacht. Zijn we al bezig? Man. Je hebt geen genade, hè? Nee. Echt niet, hè? En ze gaat me terug vergeven ook waarschijnlijk, dus dat is goed, hè? Ja. Man, wat was dat? Ja, dus dat is niet goed eigenlijk, hè? Het is niet mogen zijn, hè. Het is in orde. Ja. Vrienden, jullie waren gewaarschuwd. Verraad wordt beloond. Het hoogste bod was 10.000 euro. Ik had zoveel vertrouwen van de groep dat eigenlijk niemand mijn richting uitkeek. Waardoor ik dacht van, ah, ik kan echt wel heel veel uit die pot halen. 10.000 euro. Maar ja, dat was een sabotage.
dat ik al heel de reis aan het voorbereiden was. Lennarts grootste sabotage was ook veruit de gevaarlijkste. Lennart. Want de mol moet niet alleen de groepspot zo laag mogelijk houden, de mol moet ook onder de radar kunnen blijven. Als mol 10.000 euro uit de pot halen, was dus allerminst een evidente keuze. Maar Lennart wilde fors uithalen en was al heel lang bezig het blinde vertrouwen van de groep te winnen om dit te kunnen doen. Wat de fuck? Oh, jongens, zeg. Oh, help. Jullie hebben allebei een rode knop. Eén druk daarop en je blaast je eigen eliminatiestoelen op. In de atoombunker stonden de kandidaten voor het dilemma. Kiezen voor de groep of voor zichzelf. Als kandidaat is er nog. Ik zou mijn eigen hartje redden, denk ik zo. Zijn het binnen drukken? Ja. Ja, ik denk wel. Normaal gezien zou ik sowieso op die rode knop duwen. Tuurlijk. Maar nu wou ik dat niet doen. Ik wou wat sympathie opwekken en wat vertrouwen winnen om me echt voor te doen als een eerlijke jongen. Wacht. Gaan wij op die knop duwen? Zou jij eerlijk zijn? Jij zou niet eerlijk zijn. Wow, nee, tuurlijk niet. Jongen, dat zijn wel vijf. Ja, zeg. Ja, ik kan dat ook niet. Ik kan ook niet. Lennart, die jongen is goed eerlijk. Daar zit je kwaad in. Bij de domino-stenen moesten we kiezen voor geld of pasvragen. Nee, jongen. Oh. En ja, de eerlijke Lennart, die kiest voor geld natuurlijk. Hè. Ah ja. Ik zou ook dat geld willen gaan. 1000 euro uit de pot. Als wij dat allemaal doen, hoeveel zijn wij hier? Dan hebben we nog 2000 euro over. Oké, dan pakken we het geld. Ja? Ja, we pakken het geld. Ja, maar ze zijn akkoord. Ja, ik ben akkoord. Hij koos voor het geld, maar zorgde ervoor dat het niet verdiend werd. Nee, het is niet juist, hè. Dat staartje heb ik niet goed verstaan. Ja, dat is niet goed. Godverdomme. Wat een slagveld. Er waren twee duo's die een gouden dominosteen hadden gekozen. Echt? Wij. Ik verschiet wel van mijn eigen. Ik denk dat ik heel teleurstellend overkwam. En dan Jasmin begint dan nog de zielenpoten te hangen. Ik zeg, jij is een man. Jij bent voor de pasvragen gegaan. Ja, wij liegen niet. Wij zijn eerlijk. Wij smijten alles op tafel. Ja, nu wel. Ja, nu wel. Ja. Heel eerlijk. Sorry, jullie zijn de eerlijkste eruit. Je hebt gelijk. Lennart is volgens mij ook een hele brave kandidaat. Je wordt zelf een beetje bleekjes. Ik weet niet of je dat echt zo goed kunt faken als mol. In aflevering 4 moesten alle kandidaten liegen aan de bomtafel. En daar viel Lennart al heel snel door de mand. Ja, sorry Lennart, maar je ziet er een beetje uit als een droevige puppy. Je oogjes beginnen zo klein en waterachtig te worden. Samina en Lennart. Wauw. Lennart kan helemaal niet goed doen alsof. Goed gekozen, hè. En hij deelt dat eigenlijk wel heel eerlijk. Die jongen is zo lief, zo goed. Die kan dat gewoon niet. Zo liegen en zo mensen bedriegen. En ook al is het voor een spel, dan nog niet. Toen dat de vrijstelling op tafel kwam, was ik echt volledig klaar om toe te slagen. Bij de dossiers had ik ook voor mijn eigen uitgemaakt van ik ga niet kijken. Want het was iets te gemakkelijk om zo 4000 euro uit de pot te halen. Dus de anderen hadden mij perfect buitenspel kunnen zetten. Door een beetje met elkaar te praten en te zeggen, kijk, we gaan echt niet kijken. Dan had ik ook niet kunnen bieden op die vrijstelling. Maar ze leggen de weg open. Ja, dat moeten ze niet doen voor een eerlijke Lennart als ik. Die 4000 euro, die zijn weg. Er is gekeken in de dossiers. Oh, jongens, toch. Nou, dan ga ik echt eens aan mijn eigen denken, hè. Dat gewoon mogen uitleggen, hè, vriend? Ik denk dat er iemand gekeken heeft, Filip. Ja, dat ga ik u niet vertellen. Vanaf dat ik hoorde dat er iemand had gekeken, was voor mij wel vrij duidelijk. Dat gaat 95% zeker Filip zijn. Oh, 10.000 euro, man. Ja, ik denk dat je je misschien wel moet voorbereiden op het feit dat er voor het eerst iemand u gaat beginnen verdenken. Ja. Als ze het nu nog niet door hebben. Ik had wel echt schrik dat ineens al de spotlights op mij gingen komen en dat spelletje gespeeld ging zijn. En ik stond er ook effectief wel met een klein hartje. Gelukkig is dat niet gebeurd. Raar maar waar misschien, maar ik ben er ongeschonden vanaf gekomen. Voor mij is Lennart absoluut geen mol. Hij heeft altijd eigenlijk die opdrachten met heel veel eerlijkheid en transparantie gespeeld. Het is natuurlijk zuur, 10.000 euro. Voor Lennart, degene die altijd voor het geld ging. Maar ja, ik neem het hem ook echt niet kwalijk. Ja, ik kan mij niet inbeelden dat Lennart de mol is. Ik neem Lennart zeker niks kwalijk. Ik bedoel, hoe gespeeld zou ik zijn van Lennart?
Lennart kan echt de mol niet zijn. Hij gaat er veel te hard voor in proeven. Hij weet het ook wel altijd op een of andere manier op te fucken. Maar ik geloof het gewoon niet als ik het zie, als ik zijn reactie zie. Of hij is een keigoeie acteur. Maar hij trekt het zich ook echt wel altijd aan. En heeft gewoon wel vaak pech gehad en geen geld binnengebracht. Hallo vrienden van YouTube. Als je nog meer video's wil, kan je hier abonneren op ons YouTube-kanaal. Of je kan gewoon hier naar de volgende video. Of je kan je eigen theorie over de mol loslaten. Dat is hier in de comments.